Yo mensen van Let's Game Guys, ik ben Jos en vandaag een nieuwe aflevering. Mulder gaan wij verkopen voor... Dus we bieden... Nou, doen we lekker 2 miljoen. Nee, 1,9. We hebben 1,4 kopen, ik zeg... 1, ja... 1,9. Heel random begin. Maar vandaag is de seizoenstart! Let's go! Let's go! 1,4, ja... Dat moet toch wel, jongens, want... Ja, nodig. Ja, dat kan ik niet zoveel doen. Kom op, jongens. Let's do this, mate. Even de selectie klaarmaken voor dit potje, jongens. Staat mijn favoriete opstelling er? 4... Oh nee, ze noemen het 4-5-1, maar het is echt bullshit. Deze opstelling, jongens. Oké. De hoek gaat echt niet spelen, man. Kazien. Maan, nee. Kut jongens, dat helemaal verkeerd. Ontspeeld. Kazim gaat iets lekker achter de spits spelen. Klaasje op het thee. Lagoes. Volo. Steenvoorde. Ja, ik vind mijn team zo goed staan. We gaan beginnen. Tot zo. Ja mensen, ik had mijn instelling niet goed gedaan. Op de FIFA op een dus het ziet er een beetje lelijk uit, maar moet het zo lekker Kazim. Oh, Oet. Hey, scheids. Ik voel een goal aankomen, nul gelijk. Ik voel gewoon een counter aankomen en boom. Let op. Ja hoor. Dat was geen geel, nee. Incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart geel voor Manu. Hij heeft een gele kaart. Oh shit. De grensrechter vlag voor buitenspel. Nou, als dat buitenspel was, buitenspel. Dan eet ik mijn hoed op. Voor kort. Lekker. Kazim. Lekker Kazim. Rennen, jongen. Lekker Kazim. Kazim. Kazim Richards. Wat gaat hij doen? Nee! Op de eerste... Klaasie. Met Amani zonder. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Houdt hij bal bezit? Nee! Uitstekend geplaatst. Niet zo vervelend. Niet zo vervelend. Van de Struik. Kom maar dan. De bal is voor Feyenoord. Hey. Lekker. Manu, lopen jongen. Balletje op Oet. Oet. Lekker Oet. Oet is door. Oet kap zijn mannetje uit. Pingel, scheids! Prima gedaan. Weet je hoe die met... Hij laat me zo vallen jongen. Lekker Manu. Ga er maar langs. Geef hem af. Geef hem nog maar eens af. Oet! Oet! Die bal gaat er niet in. Waarom Oet? Jammer. Vermeer met uitgang. Stuur naar gelijk diep hoor. Oet, rennen jongen. Zet je lichaam erin uit. Van de Struik. Je body. Body. Mensen, ik ga voetbalmanager 2015 ook gewoon weer halen. Gewoon omdat... Ik weet niet heel veel bekeken op dit kanaal trouwens. Maar... eigenlijk ja. Ik vind het gewoon een leuke game. En als sommige kijkers het wel leuk vinden, dan het werkt dat. En Rote Dortmund natuurlijk eerst de video ook geüpload. Dus fucking vet. Echt bedankt. Als je ook even een like dropt. Zou het bizar lauw zijn. Die gaat uit, dat is een nieuw woord. Appreciaten. Zoals dat ook mooi noemen. Jongens. Klaasie. Over de knie op wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Geel. Ja. Hij krijgt de gele kaart voor die overtreding. Geel. Super. Mooi hoog in de lucht. Doeltrap voor ons op het thee. Ja, die bal was inderdaad net iets te hoog. Paas met die. Paas met deze. Ik hoop dat hij scherp gaat staan. Hé, dan pakt hij wel. Onze toef. Dan moet hij eigenlijk diep lopen de speler en dan... Kijk. Hij moet hier echt beter dan diep lopen. En zo toen. Kom op, jagen. Goed.
Van de Struik. Het is Manu. Kiss him. Mensen, als ik zeg kiss him, rich, bedoel ik niet echt zo dat ik het zo zeg. Maar zo zeggen die commentatoren tot FIFA. Dus vind ik niet dat het zo. Ja. Armenteros. Dat was dus eigenlijk allemaal over het gedoe qua mijn kanaal. Het gaat echt te veel bij het spel lopen. Kut, wat? Hij speelt graag op de nee, waarom heb ik jou gekocht? Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Nee, grapje. Grapje mensen. Voor de SCRV mensen. Misschien ga ik het nog halen. De eerste helft is. We gaan even wissels aanbrengen trouwens. Maar eens kijken wat de tweede helft te bieden heeft. Nou Juri, de analyse van de eerste helft. De stand is gelijk. En er was geen ploeg die domineerde. Nee, dat komt misschien omdat ze ergens geen risico durven te nemen of zo, ik weet het ook niet. Maar we hopen toch op een betere tweede helft. Immers gaat op 10. Oh, verkeerd. Kassien gaat spitta. Ze krijgt de eerste wissel al. En dat is wel even zo'n beetje. Eén wissel eigenlijk. Immers voor Oet. U ziet immers het begin van de tweede helft. Ik vind het echt een fijne zoals lichaampje erin zetten. En Elma zet natuurlijk even. Het zet in twee wissels. Weet je wel, een beetje die strijd zien. Weet je dat Immers ik kan scoren trouwens. Immers. Een schermutseling op de bal. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Ziet, die pikt hem op. Ik noem maar even speler 4 geven. Ja, dat is een speler van. Maar die schiet er ook niet. Of andersom, of goed weet ik voor wie. Daar dachten ze één voor ook voorsprong te komen. Goal, maar het blijft geen gelijk gelopen. Eerlijk gezegd. Simpel. Oh, balletje hoor. Kassien. Kijk, dit soort werk moet Immers doen. En zo'n balletje moet met gevoel zijn Immers. Goed afgegaan, Kassien. Goed gedaan, zonde jongen. Maar wie is daar als eerste bij? Eerste pot gelijk. Eindigt in, fucking gelijk. Toornstra, lopen jongen. Naar binnen. Hey! Kom aan, gelijk Wilkshire. Ja, lekker. Geen offside. Nee, Wilkshire. Zonde. Toornstra. Voor de goal slingen. Zweeft het strafgebied in. Klaassen, ja. Winst komt hij wel. Ja, krijgt Immers staat er iets verkeerd. Krijgt hun twee ruimte. Dus hij zegt er fluit. Wat heeft hij gezien? Kort snel Klaassen inspelen. Klaassen. Immers. Kom op! Waarom kan zo'n bal niet gewoon vol geboomd worden gedaan? Aanval. Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Kaats. Doornstra. Voudenberg! Met zijn hand op de benen! Daar kwamen ze bijna op voorsprong. Met een gelijke stand blijft de bal op handen. Arme Theos geblesseerd. Oud Feyenoord. We gaan ultra aanvallend spelen. We moeten scoren. Dat zie ik ook niet. Lopen jongen. En hier een duidelijke afspiegeling van nee, het spel. Nee, de ploegen zijn ongeveer evenveel in balbezit geweest. Ja, ze ontlopen elkaar nauwelijks. Kom op! Ja, Bral. Jongens, waar zijn jullie mee bezig? Ik zie echt wel dat we versterking nodig hebben. Oké, goede bal, Rodenberg. Kessim Richards. Lekker, kom maar dan. Aansluiting in het team is er nog echt totaal gewoon niet. Oh, wat mooi. Even een hakje ertussendoor. Immers, jongen. Hij strekt zich helemaal uit. We gaan de bal gewoon niet naar beneden koppen. Alles op de aanvloed, jongens. Zo hard kan we winnen. Zo extreem. Kom maar, kopbal. Immers. Toornstra. Kongolo. Woudenberg. Ja, en nu? Kijk eens. Kongolo! Kongolo! Hey. Tut. En wat ik nu denk, en wat supporters van binnen 2 denken. Daar ben ik dus echt, heb ik echt geen probleem mee.
Al Amadi. Ga je gelijk aantekenen voor de tweede. Een open kans. Alleen de keeper nog voor zich. Hij gaat ervoor. Goal! Zo mooi. Hoe mooi wil je een goal scoren? Zo lelijk, man. What the fuck? Fuck? Zo mooi wil je dus echt een goal niet scoren. Kijk hoe lelijk. A, een sweaty. B, ik zie hem zo dramatisch in dat de keeper hem zelf te maken heeft. Heerlijk. Kom op. Nog een goaltje. Seizoensopening. Gaat heerlijk van start. Want Kazim gaat hier nog een keer lopen. Kazim kapt zijn mannetje uit. Ping! Pingel, 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 pingel. Hoi, hoi. Kazim kapt uit. Wordt inderdaad vies geraakt. Valt zo aangeslagen op de grond. Alsof hij een dode val maakt. En gaat hij zelf staan. Nee. Immers natuurlijk. Immers gaat erachter staan. Immers wordt onze pen. Waarom staat er een politieagent op het veld? Naar rechts. Oh, Immers, wat een goal. Amete shot in die ekken. Lekkere goal, Immers. En Immers gaat helemaal los, jongens. Immers, je ziet hem zo staan op zijn knieën. Wat een bitch, jongens. Lekker hoor. 3-0. 3-0. Immers, houden we nog even. Goeie speler, geen probleem meer. Gaan we proberen op de jacht te gaan naar 4-0. Klaasie? Nee. Parmenteros. Nee. Die kan wel worden. Nee. Lekker Vermeer. Koekoek. Ngolo, nog even één keer. Nee. Ik klikte die knop al een half uur in diepe steekplaats. Maar hang niet. Nou, afgelopen. Nou Juri, de eerste goed gespeeld, boys. En de toon voor dit seizoen is daarmee gezet. Wesley Verhoek mag verkocht worden. Ik vind het goed hoor, want Wesley Verhoek, jij doet echt geen flikker meer. Je hebt één keer voor ons gescoord. Ik ben helemaal blij mee, maar verloren als moe. Nee, we wonnen. Nog zelf. Heerenveen. Ga nu. Oeh, hij heeft zo heeft hij gelijk gespeeld. Yo, de top heeft gelijk gespeeld. Oeh, dat is voor mij de kans om te winnen te pakken. Maar ja. Jullie winnen de winst te nu zien. Jongen, is geen de winst. Hé! Hey, Joris Voest. Oké, hij is achter je toch? Helemaal niet. Ik vind een beetje om te kijken bij die jongens. Wat hij kan echt heel goed worden hebben gehoord. Yep, precies. Daarom gaan we hem ook even aan een verlanglijstje toevoegen. En Fofona is zo'n beest. Nog even meer kijken. Bilal wordt ook een beest. En dit soort jonge spelers die moet je eigenlijk allemaal halen. Dat zijn echt talenten gewoon. Is dat een hit? Even kijken. Bazoer. Kan voor mijn pretty bees worden. Maar mensen, ik bedank jullie zeer voor het kijken van deze video terwijl ik iets opsla. Like. Abonneer. Reageer. En jullie later. Peace.